kipfilet te wokken, gaan we hem mooi in reepjes snijden. En gaan we marineren om goed smaakvol te krijgen met een mengeling van sojasaus, een klein beetje honing-mosterdsaus, gemberpoeder, aioli en een klein beetje tabasco om pittiger te maken. Oké, de marinade is nu klaar. Nu gaan we de kipreepjes in de marinade mengen. Goed omroeren, zodat de kruiden en de smaken goed doorheen de reepjes vermengd worden. Wokken in de houtschool, dat is pas echt koken op vuur. We gaan de kippenreepjes goed roerbakken en vervolgens gaan we dan de groentjes bijvoegen. We gaan de worteltjes bijvoegen, de ajuin. De courgettes en dan op het laatste de sojascheutjes. Goed omroeren en dan op het laatste eigenlijk de rijst bijvoegen. Zo simpel is het. Aan tafel!